Het begon met de middelbare scholieren Greta Thunberg in Zweden. Zij spijbelde in haar eentje voor het klimaat. Scholieren en studenten volgden haar voorbeeld. In Engeland, Duitsland, Zwitserland en Frankrijk. Morgen gaan studenten in Nederland en België de straat op. Ze willen sneller actie. Want wat is een diploma waard op een dode planeet? We zijn hier vandaag met één doel. Verandering! Stop met gepraat. Denk aan het klimaat. De aarde is te heet en het bestuur doet geen reet. 5000 jongeren liepen mee en riepen allemaal op tot een strenger klimaatbeleid. In België is veel te doen over de klimaatspijbelaars. In tientallen steden wereldwijd worden klimaatmarsen gelopen. Welkom klimaatstakers Ravi Iswardat, Nina Tjaldella en Juni Mertens en Forum voor Democratie lid Paul van der Bas. Ravi en Nina namens Nederland. Nina, om met jou te beginnen, eerst de scholieren, een stukje jonger, nu de studenten. Ja, de scholieren staken dus al een tijdje over de hele wereld en nu dachten wij dat het altijd dat het tijd was voor de studenten om ons ook te organiseren en te laten zien dat wij ook een eerlijk en goed klimaatbeleid willen. Ja. Dus daarom hebben we ook een staking voor studenten georganiseerd. Want dat is waar het om gaat, een eerlijk klimaatbeleid, Ravi? Ja, zeker. Dat is ook wat wij vandaag heel erg missen. De afgelopen 40 jaar is er helemaal niks gedaan om voor een goed klimaat te zorgen. En nu zitten wij met de gebakken peren. En wij vinden dat er gewoon een eerlijk klimaatbeleid moet komen, wat dat weer rechtstelt. Dus omdat er de afgelopen 40 jaar niks is gedaan, volgens jullie? Ja, en het, is dat volgens ons, het is eigenlijk gewoon echt zo. Er worden misschien wat maatregelen genomen, maar dat is eigenlijk gewoon meer een rookgordijn. Die eigenlijk niet de urgentie van het probleem erkennen. Omdat we gewoon echt op een crisis afstormen en er gewoon echt nu verandering nodig is. En daar gaan wij eigenlijk, daar staan wij voor. En daar gaan wij de scholen voor verlaten. Of in dit geval dus de collegebanken, de bibliotheken. Om daarvoor te staan. Ja, Juni Mertens, namens België. Ja. Want morgen wordt er in België ook door studenten gestaakt. Mm-hmm. Voor hetzelfde. Hetzelfde, maar ook vooral een ambitieus klimaatbeleid. Hè? Want er wordt vaak al maatregelen genomen. Maar die zijn volgens ons niet ambitieus genoeg voor de echte problematiek die voor onze deur staat eigenlijk. Ik heb me verdiept in het onderwerp en we hebben nog maar 10 jaar om het op te lossen, want anders is het te laat. Maar er is nog hoop en daarom is het zo dringend en ook zo belangrijk dat er een ambitieus klimaatplan op tafel komt. Nou ja, ik snap dat je, zeker ook omdat het jongeren zijn, studenten, eerder scholieren, dat jullie zeggen van nou, wij hechten ook aan onze toekomst. En we staan er zo in dat we willen dat een en ander wat sneller en wat beter wordt aangepakt. Maar om nou te zeggen dat er de afgelopen 40 jaar niets is gebeurd, dat is misschien ook een beetje te beperkt? Nou, eigenlijk als we gewoon puur alleen naar CO2-uitstoot kijken, zien we dat die in Nederland gewoon de afgelopen jaren nog steeds stijgt. Dus wat dat betreft zou ik wel zeggen van ja, wat er is gebeurd is toch wel echt marginaal. Ja, Paul van der Bas, lid van Forum voor Democratie. Als er niks gebeurt, dan is het over 10 jaar, nou ja, einde verhaal. Maar dan begrijp ik goed, einde verhaal, dan houden wij niet op te bestaan. Nee. Als ik zeg einde verhaal, we hebben nog 10 jaar om een ambitieus klimaatplan op tafel te zetten. En dan komen we in het onweerkeerbaar. Ja, maar leeftijdsgenoot ongeveer. Ja. Hoe staan jullie erin? En jij? Nou, ik vraag me dat dan af. Hè. Wat gebeurt er dan over 10 jaar? Gaat de planeet in vlammen op? Sterft het leven op aarde uit? Dus ik vind de... Ik vind het wel een heel alarmistisch scenario eigenlijk allemaal. Ja. En ik vind de klimaatmaatregelen die er nu liggen zijn al behoorlijk ambitieus. Die kosten ontzettend veel. In Gelderland werd bekend dat die klimaatdoelen om Gelderland dan per 2050 klimaatneutraal te maken gaat 200 miljard kosten. Nou ja, dat is gewoon echt enorm veel geld. Dus ja, hoezo niet ambitieus? Ja. Nou is het denk ik niet zo dat aan de ene kant wordt gezegd als we niks doen, dan is het over 10 jaar einde verhaal en dan vallen we allemaal van deze aardbol af. En is het misschien ook niet zo dat het allemaal zo verschrikkelijk veel geld kost en dat het is? Ergens in het midden zal het misschien wel liggen. Wel, ik denk dat het wel zo is, want we zijn nu al bezig met een massa-extinctie.
Enorm veel dieren, planten zijn aan het vergaan. Biodiversiteit daalt enorm veel. Dus het zijn feiten. Het zijn wetenschappelijke feiten die door wetenschappers internationaal akkoorden zijn gemaakt over de klimaatverandering. Het is een feit. En dus ik denk dat dat eigenlijk spijtig is dat er dat ontkend wordt, want dat zijn wetenschappelijke feiten en daar moeten we aan werken. Ja. En daarom moet er een ambitieus klimaatplan op tafel zitten. Is het zo dat jij dat ontkent? Dat er met het klimaat niet zoveel aan de hand is? Nee, nou, ik denk dat, dat klimaatverandering een feit is. Maar je moet wel kijken naar die oplossingen die worden voorgesteld, of die ook daadwerkelijk helpen om dat probleem aan te pakken. Hè? En welke oplossing doel jij dan bijvoorbeeld op? Nou, bijvoorbeeld op het gasloze maken van huizen. Dat is een enorm ambitieus plan. De komende 30 jaar moeten dan per dag 1000 huizen moeten van het gas afnemen, worden geïsoleerd en aan de warmtepomp. Nou ja, ten eerste, zo'n warmtepomp werkt op elektriciteit. Die elektriciteit moet ergens vandaan komen. We willen ook van de kolen af. Dus hoe wordt die elektriciteit dan opgewekt? Met gas. Ja. Bovendien, die investering van het gasloos maken kost veel meer dan bijvoorbeeld investeren in verduurzaming van de landbouw. Dus als je kijkt naar hoe die plannen nu zijn, wordt het geld niet op een slimme manier uitgegeven. Die ook daadwerkelijk echt wat doet aan het probleem. Dus volgens jullie gaat het met name om geld? Nou, volgens mij gaat het zeker om geld. Want elke euro en is die dat het probleem? Uitgeeft, nou, elke euro die je hier aan uitgeeft, kun je natuurlijk niet uitgeven aan de zorg of aan armoedebestrijding of aan onderwijs. Dus natuurlijk moet je over elke euro die je uitgeeft heel erg goed nadenken. En als je dan ziet dat er voor het gaslozen maken van huizen enorm veel geld eigenlijk over de balk wordt gesmeten. Want om een huis, die investering in het gaslozen maken van huizen, het kost ongeveer 180 euro per bespaarde ton CO2. Ja, even een reactie van jullie. En landbouw 20 euro per ton CO2. Ja. Dus waarom dan deze maatregel? Geld is de angst van iedereen op de wereld, denk ik. Dat waar ga je het geld vandaan krijgen? Maar er zijn keuzes die zowel bedrijven kunnen maken als politici. Als ik kijk naar politici, ze kunnen keuzes maken in investeren. Bijvoorbeeld in België investeren we bijvoorbeeld heel veel in miljarden euro's aan nieuwe wegvliegtuigen. Dat zijn keuzes die de politici maken. Dat is heel veel geld. Maar dat is maar één voorbeeld. Hè. Er zijn heel veel voorbeelden. En dan heb je de bedrijven zelf die keuzes maken. Bijvoorbeeld Shell heeft gekozen net om voor 2030 150 miljard euro te investeren in fossiele brandstoffen. Dat zijn keuzes die dat bedrijf maakt. En dat geld kan je gemakkelijk gebruiken toch voor een ecologische transitie. Ja. En dat is heel veel geld dat naar fossiele brandstoffen gaat. En daar zit het geld dan, zou ik zeggen. Ja. Want het geld is niet onbestaande. Het bestaat er wel. Ja, ook als ik het mag aanvullen. Het gaat dus telkens over geld en dat er geen geld zou zijn. Maar wordt bijvoorbeeld ook de Nederlandse overheid geeft heel veel subsidies in de vorm van belastingvoordelen, maar ook directe subsidies aan de fossiele industrie. En daar moet gewoon een einde aan komen. Want er is gewoon geld. En de overheid, het is gewoon een kwestie van keuzes maken. Ja. En maar als ik jullie goed begrijp, zeker ook omdat het getal over 10 jaar is gevallen, gaat het niet snel genoeg. We moeten nu en ook snel en met behoorlijk wat middelen ingrijpen. Ja, want zoals Paul zegt, er moeten grootse veranderingen plaatsvinden. Daar ben ik het helemaal mee eens. Want er is jarenlang niks gedaan om een duurzame samenleving te hebben. Waarom we nu gewoon in een situatie zitten waarin we heel snel heel veel moeten veranderen. En ja, dat gaat niet van de een op de andere dag gebeuren. En gaat het voor jullie misschien te snel? Je denkt, waarom moet dat nu? Nou, ik denk dat dat heel erg overhaast gaat. Je ziet het al met het kabinet. Eerst zou er geen CO2-tax komen voor bedrijven, toen toch weer wel. Er moet weer een nieuwe berekening worden gemaakt en toch weer een nieuwe en weer een verkeerd rekenmodel gebruikt. Dus het lijkt er dat het een beetje alle kanten op gaat. En ik vind het terecht dat heel veel mensen zich daar zorgen om maken, want het gaat wel om heel veel geld. En ook, het heeft ook gewoon echt impact op het leven van mensen, op banen, op of je misschien op vakantie kunt, wat voor auto je kunt rijden. Dat heeft enorme invloed en dan kun je niet zomaar overheen walsen met van ja, dit vinden we heel belangrijk, dus het moet allemaal maar binnen 10 jaar. Als het over de zorgen gaat van jongeren, en daar zijn jullie onderdeel van, dan hebben we het ook, en ik noem daar al, over Greta Thunberg uit Zweden. Zij begon te spijbelen vorig jaar augustus in Zweden dus. En met haar gedrevenheid, ze is 16 jaar, wakte zij scholieren en studentenprotesten in heel Europa aan. Even kijken. We are in the midst of the 6th mass extinction and the extinction rate is up to 10,000 times faster than what is considered normal. Deforestation of our great forests, toxic air pollution, loss of insects and wildlife, the acidification of our oceans. These are all disastrous trends being accelerated by a way of life that we here in our financially fortunate part of the world
CSR right to simply carry on. Dit was Geeta, nogmaals, 16 jaar in Brussel. Een speech in het Europese parlement, niet zo lang geleden, 16 april. Maar het wonderlijke en het fascinerende van het meisje is dat ze met wat ze doet heel veel in gang zet. Mm-hmm. Tegelijkertijd, ik kijk toch even naar jou, Paul, ontzettend veel reactie, ook in negatieve zin, oproept. Waarom is dat zo? Zij neemt een heel duidelijk standpunt in. Ja. En er is ook een ander standpunt. Dus wat het denk ik lastig maakt, is zij is inderdaad nog maar 16. En het is ontzettend knap wat zij doet, hè, dat ze daar zo staat. Aan de andere kant betekent natuurlijk niet dat als je als 16-jarig in het publieke debat mengt, dat je dan boven kritiek verheven bent. Ja. Ik haal er even een tweet bij van Thierry Baudet. Want die heeft er in niet mis te verstaande woorden op gereageerd. Haha, dat is vroeger hebben Alice Miller-syndroom mag speechen, tussen aanhalingstekens. In het Europese parlement is de ultieme illustratie van de failliet van de huidige elites. Laten we de kneus die meejanken met dit narcistisch puberteitsperikel vervangen en verslaan. Dat vind ik met alle respect, zeg je dan, een nogal gestrekte benenreactie op een suite van een 16-jarig meisje. Nou goed, kijk, ze wordt natuurlijk wel uitgenodigd in het Europees Parlement. En ik vind de bewoording niet zo aardig. Maar zij staat er wel. Best wel onaardig zelfs. Ja. Maar ze staat er wel in het Europees... Het is niet zo aardig. Ja. Maar zij staat er wel in het Europees Parlement. En dus zij neemt er wel politiek stelling. Mm-hmm. En er mag ook op worden gereageerd. En ik denk dat het lastige is eigenlijk dat... Hè, want is zij nou inhoudelijk een enorme expert? Nee, zij is een heel inspirerend figuur. Er mag zeker op gereageerd worden. Maar wat hij doet, hij reageert niet op wat zij zegt of op haar inhoud. Hij valt daar puur aan op wie zij is, omdat zij jong is. Maar zij snapt eigenlijk klimaatwetenschap veel beter dan de gemiddelde persoon. Omdat het gewoon... Zij heeft gewoon letterlijk alles gelezen. Haar speeches zijn gewoon wetenschappelijk onderbouwd. Dus hij zou daarop kunnen reageren, maar hij valt haar aan op wie zij is. Dus dat is gewoon... Dat is gewoon onzin. Dat staat nergens op en volledig onterecht. Het is in ieder geval iemand die weet te inspireren en het debat beïnvloedt. Klopt, maar als je dan kijkt van... moet zo'n iemand dan speech voor het Europese parlement? Waarom zou je daar niet? Het is een soort klimaatmalala. Zou je er niet een klimaatwetenschapper verwachten? Ik denk dat die daar ook wel optreden. En dit is dan één burger... Die weet te inspireren en wordt uitgenodigd in het Europees Parlement. Ja, en wetenschappers zeggen natuurlijk luiden al jaren de noodklok. Maar er wordt gewoon niet geluisterd. En nu jonge mensen in opstand komen, in grote getalen... worden we wel uitgenodigd op dit soort plekken. Dus... Wat hopen jullie morgen? Want dan gaan we even naar de dag van morgen... wanneer het allemaal plaatsvindt in België en Nederland. Wat hopen jullie te bereiken? Ja, wij hopen te bereiken dat de politici eindelijk naar de jongeren luisteren. Want wij zijn bang. Wij zijn bang voor onze toekomst. De wetenschap geeft duidelijk een duidelijk signaal. En het gaat over onze toekomst. Over 10 jaar, 20 jaar zitten wij met de gebakken peren, zoals Ravi het zei. En dus wij willen een duidelijk signaal tonen aan die politici. Doe iets. En wij hopen dus morgen dat de politici eindelijk zullen wakker geschud worden en een ambitieus klimaatplan op tafel zullen zetten. Ja. Paul, je gaat naar de Dam, want daar is het allemaal. Nee, ik ben er niet bij dus. Nee? Jammer, hè? Dank jullie wel. Ja.